Een hele goede morgen iedereen, welkom weer bij een nieuwe vlog hier op dit kanaal. Mijn naam is natuurlijk Jochem en welkom bij de laatste vakantievlog, of tenminste de laatste minuten, secondes. Ik heb namelijk de tent leeggemaakt, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. De hele tent is leeg, hier is alleen nog mijn tas, mijn cameratas. Daar gaat zo meteen deze camera in. Wij zijn nu de tent aan het opruimen. Ze zijn alleen maar nat, want het regende gisteravond, dus dat was helemaal kut. Dus we zijn even aan het wachten, het zonnetje schijnt, dus ze drogen wel op. En dan gaan we naar huis. Het is maar 20 minuten rijden, dus er komt geen timelapse waarschijnlijk. Maar ja, we gaan nu even alles opruimen. Dus tot zo waarschijnlijk thuis.
Ben, we zijn weer thuis. Jawel, hey, we zijn weer thuis, we zijn weer terug van vakantie. Nee, eigenlijk maak ik gewoon een grap. Het is al, wat is het, 2 maanden later of zo, 1 maand later, dan dat we terug zijn gekomen van vakantie. Ik heb daarna niet meer gefilmd. Dus hey, we zijn weer in het nu beland. Alles wat jullie net zagen was een maand geleden, 1,5 maand geleden, zoiets. En nu zijn we weer in het nu, yes. Er is heel veel gebeurd en eigenlijk wil ik daar volgende week mee gaan beginnen. Met dat te vertellen. In mijn kamer is ook heel veel gebeurd. Op de achtergrond is het best wel veranderd. Hier zo en daar zo en zo. Ook, dit ding is nu echt stuk. Want ja, hij gaat niet meer omhoog. Nee. Ja, het is zeg maar dag zoals jullie kunnen zien. Alleen ja, dit ding is zo stuk dat ik hem niet meer kan verplaatsen. Dus ja, die staat nu altijd dicht. Ja, kut. Dat is 1 ding wat helemaal kut is. Maar eigenlijk wil ik dat volgende week een beetje gaan laten zien. Want volgende week, dan is het gewoon natuurlijk weer een normale vlog. Dit waren de vakantievlogs en nu gaan we weer over naar normale vlogs. Ik krijg nog steeds de vraag van mensen, wat zit er in deze pakketjes? Ja, ik heb er trouwens weer 2 bij of 3 heb ik er weer. 4 heb ik er zelfs bij. Ja, dat komt binnenkort in een vlog waarschijnlijk. Ik dacht, het is nog wel even leuk om te zeggen, want mensen vragen het zich echt af. Laten we even naar beneden gaan. Want ja, we zijn weer thuis dus. En ja, de vogeltjes. Oh, ligt Hedwig nou te slapen? Hedwig zat te slapen. Wauw. Volgens mij heb ik Ben en Hedwig echt al lang niet meer in de vlogs laten zien. Kijk, het gaat goed met ze. Hey, Benny. Volgens mij zijn ze niet meer gewend aan de camera. En daar is natuurlijk Hedwig. Hallo. Ik heb echt al heel lang niet meer deze camera aan hun laten zien. Hey Benny! Benny! Maar het gaat goed met de vogeltjes, dus dat is wel nice. Ik zal binnenkort ook wel eens in de vlog de vogels er even uithalen. Volgens mij heb ik dat eigenlijk nog nooit in een vlog laten zien. Maar dat de vogeltjes hier zo rondvliegen en zo. Want de vogeltjes die gaan er daar dan uit. En die vliegen dan zeg maar gewoon vanaf hier vliegen ze helemaal hierheen. Dan gaan ze daar chillen en zo. En dan vliegen ze weer terug en ze gaan de hele tijd zo. En het is wel leuk. Ze schijt alleen wel altijd op de tafel. Maar ja, dat ruim ik dan altijd op. En ja, voor de rest, deze lamp gaat uiteindelijk toch weg. Dus ja, maar hier gaan ze altijd op zitten. En dat wil ik nog wel een keer in een vlog laten zien. Ga ik vandaag niet doen, denk ik. Want net lag Hedwig dus ook al te slapen. Dus ik ga ze denk ik niet storen. Nou ja, eigenlijk heb ik ze al gestoord. Want Hedwig lag dus te slapen. En ik heb Hedwig wakker gemaakt. Dus ja, sorry. Wat ook altijd wel leuk is, als ik deze dan open doe, dan gaan ze hier soms wel eens gewoon op die stok zitten. Zeg maar hier buiten. Dat is ook wel grappig. En soms zitten ze ook wel eens bij het spiegeltje. Dat is ook leuk. En wat ik me nu wel bedenk, ik had natuurlijk wel de vlog voor de vakantievlog, voor de eerste vakantievlog, had ik ze natuurlijk in het badje gedaan. Dat had ik toen wel gefilmd. Misschien kan ik dat ook weer een keertje doen. Dat vinden ze misschien leuk. Hedwig zit echt mij aan te kijken van, what the fuck ben je aan het doen? Ja, oké. Okay. Hedwig is ook best wel leuk, want Hedwig die gaat altijd op je vinger zitten. En dan gaat hij tegen je duim praten, voor geen reden. Dan wordt hij helemaal wild, gaat hij bijten en zo. Maar niet hard bijten, maar gewoon meer spelen met je duim. Dat is echt grappig. Wil ik misschien ook nog wel een keer laten zien. Maar ja, met de vogeltjes gaat het dus goed. Dat wou ik eventjes mededelen. We zijn nu weer opnieuw op mijn kamer. En ja, laat ik anders eerst even meteen mijn softbox aanzetten. Want het licht is hier niet zo mooi aangezien mijn lamp. Ja, dus geen licht en geen licht vind ik nooit zo mooi. Maar ja, mijn kamer is dus wat veranderd en er gaat nog heel veel veranderen. En er is heel veel veranderd in dit huis. Kom ik de volgende vlog lekker bij. Ik wil nu wel meteen zeggen dat ik hier de vlog ga afsluiten. Want hij moet vandaag nog online komen. Want ja, ik ben zoals altijd weer best wel laat hiermee. En best wel lui, ja. Zo is het nou eenmaal. Oh nee, trouwens, we kunnen het nog even over 1 dingetje hebben. En dat is dat Wie is de Mol weer begonnen is. Yes. Het jubileumseizoen van Wie is de Mol is begonnen. En ik heb dus ook, kan ik nu wel even laten zien. Op deze plank heb ik nu dus mijn Funko Pop staan. Wat dus best wel vet is. Al mijn Star Wars Funko Pops. En dan hier is er nog wat van James Bond. En eentje van Pirates of the Caribbean. Die heb ik trouwens nieuw. Dus dat is best wel vet. Dan heb ik hier nog wat Kygo dingen staan. Wat dus ook best wel nice is. Dit dan nog allemaal. En daar liggen mijn molboekjes. En daar is dus ook het Wie is de Mol molboekje van het jubileumseizoen. Wat dus best wel nice is. Heb ik dus ook een review toen van gemaakt. En gebruik ik nu dus ook voor de hints en theorieën video's. Want elke vrijdag. Want elke zaterdag. Want elke zondag
komen er natuurlijk weer hints en theorieën video's online. Wat dus best wel nice is. 8 weken lang. Dus ja, kijk ze zeker. Ik vind het zeker weer leuk om weer Wie is de Mol hints en theorieën video's te maken. En dat wil ik dus nog even zeggen. Want ja, Wie is de Mol is gewoon een super vet programma. Hey, dit waren dus de vakantievlogs. Ik hoop dat jij ze leuk vond. Je kan ze natuurlijk nog even lekker terugkijken. Naar mijn mening vond ik de laatste twee het leukst. De Sprookjes Wonderland vlog en de vlog waarin we gingen klimmen. Die twee vond ik het leukst. En dan hoop ik dat we volgend jaar gewoon weer naar Engeland kunnen. Of ergens anders naartoe. Als het goed is, had ik iets gehoord dat we nog kaartjes hadden voor de Harry Potter tour. Want die wouden we eigenlijk dit jaar doen. Maar dat ging niet door corona. Maar volgens mij hadden we daar toen kaartjes voor gekregen. Dus die zouden we dan volgend jaar weer kunnen doen. Dus misschien staat dat nog wel op de planning voor volgend jaar. Maar dat gaan we dan zien. Hey, we moeten eens weer even lekker een jaartje wachten. Oh, wat naar. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Dan kun je hem natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jou natuurlijk volgende week weer bij een normale vlog te zien hier op dit kanaal. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Later mensen.